Ah, kamperen, lekker koken op gas, lekker primitief, dat is toch wel fijn. Hoewel, tja, het is niet altijd ideaal natuurlijk. Hè? En daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over niet-ideale gassen en over fase-overgangen. Van start. Kijk, we beginnen nog even met de kinetische gastheorie. De drie aannames waar gas aan voldoet. En dan heb je het natuurlijk wel over die brave gassen, de ideale gassen. Maar dat is natuurlijk niet de realiteit. Ja, realiteit is dat we niet ideale gassen hebben. Of reële gassen. Nou, en wat is nou het manco bij een niet ideaal gas? Nou, dan heb je dat een gas bestaat uit zeer veel kleine deeltjes. Maar die hebben wel een bepaalde omvang. Ja? En die deeltjes die bewegen natuurlijk wel, maar ze hebben wel in de gaten dat ze bij elkaar zijn. Dus ze hebben wel beïnvloeding. We gaan kijken wat voor invloed die twee dingen hebben. En we beginnen eerst met moleculen hebben een volume. Nou, eventjes een suikertje. Hier zit dus gas in. En gas, ja, als het ideaal is, dan geldt natuurlijk de algemene gaswet. En de algemene gaswet, als we even naar de druk kijken, ja, hoe kun je nou die algemene gaswet, dus deze uitdrukking, herschrijven, dat komt te staan P is. Ja, hoe doe je dat? Nou, ik hoop dat je dat weet, anders druk even op pauze en probeer het eerst even voor jezelf. Ja, P is, en de uitdrukking wordt dan deze. En dan zie je dus dat druk toeneemt als het volume afneemt en omgekeerd. En dat zie je in deze grafiek. Ja, we gaan ook eventjes kijken. He, volume neemt af, dan neemt de druk toe. En volume neemt toe, neemt de druk af. Ja, omgekeerd evenredig. Dit is bij een ideaal gas. Maar, nu doen we eventjes een niet-ideaal gas. Dus je ziet, de moleculen hebben plotseling volume gekregen. Ja, ze doen ertoe. En wat heb je dan? Nou, we gaan het weer eventjes samenpersen, maar de samenpersen gaat niet onbeperkt. Die moleculen, die hebben volume, dus je kunt niet in feite tot nul toe. En dan zie je dus dat op het eind het samenpersen steeds moeilijker gaat. En dan krijg je dus, in plaats van zo'n mooie kromme omhoog, krijg je een kromme die plotseling steil omhoog gaat, omdat die moleculen in de weg staan. Het volume kan dus niet onbeperkt kleiner worden. Oftewel, het volume wordt beperkt door het volume van de moleculen. Je ziet dus hier in deze formule, ja, dat het volume, ja, dit volume, kan niet onbeperkt klein worden. Want ja, dan krijg je dus plotseling dat hier een nul ontstaat. En delende nul is flauwekul, dus dat mag niet. Oftewel, het volume is beperkt tot deze. En het volume van moleculen, dat is, ja, in deze formule had je ook nog deze term n. En weet je nog wat n was? N was de hoeveelheid moleculen in mol. Dus hoeveel mol moleculen je hebt. En het volume van de moleculen, dat is natuurlijk gelijk aan het aantal mol keer het volume van 1 mol. Oftewel, dat zou ik er gewoon zo kunnen inzetten. En die hoeveelheid, dat is dus de hoeveelheid waar het volume naartoe gaat. Ja, het volume die gaat zo. En dan gaat hij plotseling steil omhoog. En in feite is dit de asymptoot. Ja? Hij komt steeds dichterbij. Maar in principe nog net niet. Ja? Want ja, als hij er op zou komen, dan zou dus hier nul uitkomen. En nogmaals, dat mag niet. Tot zover moleculen hebben volume. Maar een reëel gas had nog een aanname die niet voor hem gold. En dat is dat moleculen elkaar juist wel beïnvloeden. En dat heeft ook invloed, want moleculen, ja, die bewegen zo zonder elkaar te beïnvloeden. Dus ze botsen maar, ach, dat maakt niet uit. Ze botsen tegen de wand en daardoor ontstaat dus weer de druk, algemene gaswet. Ja, grotere temperatuur, dan bewegen ze sneller en dan botsen ze meer. Maar wat nu? Wel elkaar beïnvloeden. Zogenaamde van der Waalskrachten zitten tussen de moleculen. Ze trekken elkaar een beetje aan. En dat betekent dus dat, goed, ze bewegen wel, maar ja, kijk, ze trekken elkaar aan, dus up, g, bop. En in het extreme geval komen ze dus niet bij de kant toe en hebben ze geen druk.
extreem geval natuurlijk, het echt niet zo. Maar toch, het heeft wel invloed op de druk, omdat ze elkaar beïnvloeden. Nou, en betekent dus dat de druk kleiner wordt, en dat zie je dus ook hier in de correctie. Ja? De druk die normaal voor een ideaalgas geldt, ja, die wordt kleiner omdat de twee moleculen elkaar aantrekken. En dat betekent dus dat de druk kleiner wordt. En dat wordt hiermee aangegeven. Ja, het gaat vooral even om dat het kleiner wordt. En die A, dat is een van de constanten. En dat is afhankelijk van het soort gas. En het is ook afhankelijk van de temperatuur. Hoe lager de temperatuur, hoe groter die constanten. Hè, want lage temperatuur betekent dus dat ze elkaar sneller kunnen aantrekken. We noemen dit soort gassen dus waarbij ze elkaar wel beïnvloeden, een van der Waals gas. We gaan eerst even weer kijken naar het verband tussen de druk en volume. Het grafiekje staat er al, maar let op, deze grafiek gaat alleen voor een ideaal gas. Hoewel, ideaal gas, kijk, als ik zo'n van der Waals gas samendruk, zal in het begin verdacht veel lijken op een ideaal gas. Maar als de moleculen steeds dichter bij elkaar komen, beïnvloeden ze elkaar steeds vaker. En op een gegeven moment zijn ze zo dicht bij elkaar, ze pakken elkaar zo vastbeet, dat er vloeistof ontstaat. Ja, de gassen klonteren samen tot vloeistof. En bij bepaald volume krijg je dus dat er condensatie optreedt. En dat betekent dus dat als je volume verder laat toenemen, dat er gas verdwijnt. En dat wordt vloeistof. En omdat het gas verdwijnt, heb je dat de druk gelijk blijft. Ja, dus bij de start van de condensatie, volume wordt verder verkleind, het gas verdwijnt en de druk blijft daardoor gelijk. En dat gaat steeds verder door, ja, tot op een gegeven moment natuurlijk, al het gas verdwenen is en dat al het gas vloeistof is geworden. Ja, dus denk je in dat je hier zat eerst gas. En al het gas is vloeistof geworden. Nou, dan heb je natuurlijk dat als je het volume nog verder wilt verkleinen, gaat het ontzettend moeilijk. En de druk neemt dan ook ontzettend snel toe. Ja, dus als al het gas vloeistof is geworden, dan zal bij een verdere verkleining de druk ontzettend sterk toenemen. Kan dit altijd? Nee. Want je hebt natuurlijk ook te maken met de temperatuur. Een hogere temperatuur betekent dat de moleculen sterker bewegen en minder snel vloeistof zijn. En sterker nog, er is een temperatuur waarbij als je daar omhoog komt, boven komt, dat het gas zeker nooit tot vloeistof kan worden geperst, ongeacht hoe hoog de druk is. Die temperatuur wordt de kritieke temperatuur genoemd. Het is natuurlijk afhankelijk van welk gas je hebt en daarvoor hebben we weer precies wel 12 gegevens van gassen en dampen. Daar staat ook een kolom met kritieke temperatuur. En hier kun je dus zien wat de temperatuur moet wezen om een gas toch nog tot vloeistof te kunnen persen. Je hebt bijvoorbeeld hier acetyleen. Daar is de kritieke temperatuur 309 Kelvin. 309 Kelvin is 36 graden Celsius. Dat betekent dus dat als je boven de 36 graden Celsius bent, dan kun je dit gas nooit tot vloeistof samenpersen. Beneden de 36 graden Celsius wel. Je hebt ook andere extremer voorbeelden, bijvoorbeeld helium. Helium heeft een kritieke temperatuur van maar 5,2 Kelvin. Dus dat is vlak boven het absolute nulpunt. Dat betekent dus dat helium eigenlijk nooit een vloeistof kan worden. Behalve natuurlijk als het dus onder die 5,2 Kelvin is. Oftewel, condenseren van helium, dat gaat ontzettend moeilijk. Condenseren is een van de faseovergangen. Fases, vast, vloeistof of gas. En je kunt dus van gas naar vloeistof gaan. En dat wordt die condenseren genoemd. En dat kan dus alleen optreden als je onder een bepaalde temperatuur blijft. Omgekeerd kan natuurlijk ook. Je hebt vloeistof en je wilt er gas van maken. Ja, koken. Maar we noemen dat natuurlijk verdampen. Daaronder, van vast naar vloeistof, hoe noemen we dat? Precies, smelten. En omgekeerd van vloeistof naar vast, dan wordt het stollen genoemd. We hebben nog één overgang, namelijk van gas naar
vast en omgekeerd natuurlijk, van gas naar vast. En zie je in de winter wel eens, dat heet rijpen. En omgekeerd van vast naar gas, dat wordt genoemd sublimeren, maar het wordt ook wel eens vervluchtigen genoemd. Oftewel de faseovergangen. En die faseovergangen die hebben natuurlijk te maken met het smelt- en kookpunt van de stof. Dan niet alleen van gas natuurlijk, ook van de rest, maar goed. Waarom heeft de ene stof nou een hoog en de andere een klein smeltpunt of kookpunt? Waar zit het verschil in? Het grootste verschil tussen smelt- en kookpunten van verschillende stoffen zit hem in de massa van de moleculen. Ja, je kunt je voorstellen dat als de massa ontzettend groot is, ja, dat is gewoon traag bewegen en dat ze dus elkaar makkelijker dan kunnen vasthouden. Ja, ze zijn minder snel weg. Een ander verschil wordt veroorzaakt door de samenstelling van zo'n molecuul, ja, dat ze elkaar makkelijker kunnen aantrekken. Ja, dat heeft te maken met de lading van de molecuul. Ja, dus daar komt het door dat er verschillen zijn in smelt- en kookpunten. En, oh, hij is nog niet helemaal uitgebrand, dus laten we eventjes kijken of er ook hulp kan komen. Ja, gelukkig. Nou, een beetje opschieten graag, hoppakee. Oh, gelukkig. En wat komt er aan? Wat komt er aan? Een ei? Oeh, wat is dit? Ah, ik zie het alweer. Het einde. Letterlijk en figuurlijk. Bedankt voor het luisteren en wellicht tot ziens.